dat toen de oorlog uitbrak, dat er sirenes gingen. Dat er vanuit Leerdam natuurlijk allemaal. En dat kan ik me eigenlijk nog goed herinneren, dat mijn moeder, die had de was opgehangen. Toen hoorden we ook schieten, weet je wel, want de treinen die kwamen, dus dat was wel heel gevaarlijk. En dat mijn moeder er goed binnen wilde halen, alles. En dat er overkoffelgaten in zaten. Nou ja, en toen is het eigenlijk doorgegaan met alles en nog wat. Want toen kwamen de militairen, de Duitsers, die kwamen allemaal. En er werd met de vliegtuigen werden er ook parachuten neergegooid. En er zaten pakketten aan en er zaten de Duitsers zaten eraan. Want die moesten allemaal bij ons zijn in het fort en overal. Ja, dat weet ik nog goed. Maar wij hebben toen een hele schuikelde gebouwd in, aan de Diefdijk. En daar hadden we een grote touw. Want Piet Verbrugge, de groenteboer, die woonde daar ook verderop. En toen hadden we met z'n allen een touw aangespannen met een bel. En als er dan een vliegtuig kwam en dan de Duitsers, die liepen dan allemaal met een geweer. En dan gingen wij in de schuikelde. Want wij waren natuurlijk heel bang. Mijn moeder, die ging op de wc staan, dat is wel gek hoor. Dan kon je zo naar buiten kijken, omdat het ons iets rook was. En die riep aan de buurman, de Weert. Ja. En de Weert, die riep, vrouw Bevelo, kom maar met je kinderen naar mij. En we hadden nog geen schoenen aan, we mochten niet naar school natuurlijk. Dus we liepen op onze blote voeten de trap af, zo een stukje het grind door. Zo, en dan had je bij hem ook een trap omhoog. Op de buurman is dan zo, ik zie hem nog staan, gek is dat hè. Dat blijft altijd bij je. Die stond zo in de deuropening van de keuken, om ons binnen te laten. En ik wilde net de laatste stap zetten, ook om naar de keuken te gaan. Toen viel de bom op de keuken. En dus ik stond daar, jankend natuurlijk. En de buurman, dit was helemaal weggeslagen van de buurman. Dan hebben ze hem, in de bijkeuken gelegd, want hij had dan een opkamer natuurlijk dan vroeger. En daar hebben ze hem neergelegd en ik weet nog goed dat hij drie keer zei hij en toen was hij dood. Hij zag hoe die man eruit zag. Oh, als ik dat nog zie, dan zie ik nog steeds voor mijn ogen. Dat die man dat allemaal weggeslagen was, weet je wel zo. En daar overal het vlees van die man aan de deur en de dingen zat, weet je wel zoiets. Ik kan nog een denk als kind zijn, hè. Nou, toch bloeide ik zo, heel mijn gezicht zo. En toen zat er bij mij een bomsterf hier. En die kon er niet uitgehaald worden, want anders was ik dood. Want die zat vlak bij mijn slaap. Dus die moest er uitgroeien. Dus dat heeft een half jaar geduurd, dat iedere keer. En toen kon de dokter hem eruit halen. Hoe is het u de dagen daarna vergaan? Want de buurman was dood. Nou, wij zijn met z'n allen, met mijn moeder en mijn vader, allemaal naar Agooi gegaan. En daar hebben wij 3 maanden gezeten. Door dat bombardement? Ja, nou, wij konden niet meer in huis natuurlijk. Want jullie huis was ook... Ja, een stuk van het huis was ook helemaal een stuk weg. Op welke manier is dit bij u gebleven? Nou, weet je, je dacht er altijd aan. Ik weet het niet. Als je naar school ging of je ging naar iemand toe, dan vertelde je wat er gebeurd was. En dan geloofden de mensen je wel eens niet. Nee. Oh, dat kan toch niet? Kan toch niet bij ons? Dat is alleen in Rotterdam, zei ze dan, of ergens. Een hoop wist helemaal niet wat er aan de Diefdijk gebeurd was. Toen weet ik nog goed, had ik het verteld en toen kwam er iemand anders bij me op visite. En toen vertelde ik dat dan zo. En dan werd er gezegd, nou hou je mond maar over die oorlog dicht hoor, zo erg is het niet.
Weet je wel, zo werd er gesproken. En nog zou je mensen hebben die ouder zijn, als je vertelt dat ze het niet geloven. En wat doet dat? Nou ja, dat... dat vind je zelf niet leuk, omdat je er zelf bij geweest bent wat er gebeurd is.